Ruim 30 jaar terug koos ik voor Drenthe. En ik ga nooit meer weg. Drenthe is mijn thuis. En dat van onze drie dochters. Zelf ben ik een dochter uit een echt arbeidersgezin. Mijn ouders hebben keihard gewerkt om hun kinderen een goede toekomst te geven. Dat heeft mij alle kansen gegeven. Als topsporter op de judomat en in mijn werkzame leven. Kansen die nu niet meer vanzelfsprekend zijn voor alle kinderen. Want zelfs met hard werken kunnen heel veel gezinnen niet meer rondkomen. En krijgen kinderen niet meer de kansen die zij verdienen. In mijn werk hoorde ik dagelijks dat veel Drenthe zich zorgen maken over hun toekomst. Of het nu gaat over het betalen van hun energierekening, het vinden van een woning of het simpelweg kunnen rondkomen. Steeds meer mensen voelen zich aan hun lot overgelaten, haken af en zijn het vertrouwen in de overheid kwijt. Dat raakt mij in mijn hart. Dat moet anders. Daarom ga ik de politiek in. Daar wil ik strijden voor betaalbare huizen. Voor een eerlijke energierekening voor al die mensen, ondernemers, dorpshuizen en sportclubs die de komende winters vrezen. En voor een leefbaar platteland met goede zorg dichtbij en een betaalbaar goed openbaar vervoer. Ook in de dorpen. Zodat alle Drenthe merken dat de provincie er daadwerkelijk voor hen is. Vroeger streed ik op de judomat, nu strijd ik voor een eerlijk en sociaal Drenthe. Stem Yvonne Turenhout, Partij van de Arbeid, altijd dichtbij in Drenthe.